Ja, Joey, welkom. Dankjewel. Je bent hier al eerder geweest, hè? Ja, klopt. Met Dennis destijds. Ja. Maar ik weet niet of iedereen die aflevering gezien heeft, iedereen dat nog weet. Zou je jezelf even kort willen voorstellen? Nou, dat was in de beginselen, denk ik, van dit. Ik ben de corporaal Joey, werkzaam bij Elf Alpha Koningskompie, bij de Luchtmobiele Brigade. En daar nu 3 jaar werkzaam. Wat doe je in je dagelijks werk? Ik ben normaliter ben ik Delta, dus ik ben eigenlijk de logistieke aanspreekpunt van de eenheid. Dus als ze hun dingen nodig hebben, dan komen ze bij mij op de klep. En dan ga ik dat voor hen regelen tot zover dat mogelijk is. Ja, dan heb je het over alles en voeding. Voeding, brandstof, munitie, verbruiksartikelen, brakelightjes, tape, ga zo maar door. Ja, dus die mannen gaan vechten en alles wat ze nodig hebben om het gevecht voor te kunnen zetten, daar ben jij de allereerste voor die daar achteraan loopt. Ja, ben ik het samen met mijn collega ben ik daar het aanspreekpunt van. En dan brengen wij alles van eigenlijk een verzamelgebied naar de frontlinie, om het zo maar te zeggen. Brengen wij alle spullen, munitie, wat ze nodig hebben. En maar zelf ook infanterist geweest? Ja, zeker. Ik ben ooit begonnen 10 jaar geleden bij de Panzerinfanterie, ja. Bij het 45ste. Daarna 2,5 jaar de overstap gemaakt naar luchtmobiel. Omdat ik het optreden toch anders vond en je gaat wat verder. Je bent best wel beperkt bij Panzer vanwege de voertuigen. Die kunnen niet even snel naar bijvoorbeeld Amerika verscheept worden. En bij luchtmobiel heb je een ander optreden, waaronder ook het parachute springen en het aerosolt optreden. Wat mij meer aansprak, zeg maar. Ja. Maar ik zou zeggen, laten we beginnen met het kijken naar het eerste fragment. Ja. Waarom we hier zijn, parachute springen. Ja. Of in ieder geval alles met omtrent. Alles met een chute, ja. Eigenlijk. Dat zouden we vandaag gaan doen. GPS is functional. Tanks prepped and ready. I got this side. Ready? Incoming, multiple bogeys inbound. Man down, man down! Opening cargo bay doors! Cargo bay, take it down! Stevens, give me a hand! Hang on, I'm releasing the tank! Al een beetje realistisch? Ja, maar niet op deze hoogte. Nee. Ik dacht eerst ze gaan hem droppen met een chute, een tank. Dat maar dacht ik dat, ook. Gebeurde niet. Nee, wat ze de Amerikanen hebben gedaan uit een C7 of een C5, ik weet niet meer welke dat is precies. Maar dan gaan ze echt een paar meter boven de grond gaan ze dan vliegen. En dan gooien ze die tank eruit. En daar zit dan een chute aan om te remmen. En dan is hij inzetbaar. Ja, en die zit volgens mij ook op een skidboard. Dus die glijdt gewoon over het asfalt. En door die parachute remt hij eigenlijk af. En daarna is het loshalen en is hij inzetbaar. Ja. Dat is weer een hele snelle manier om snel materiaal bij een vliegveld te krijgen. Ja, daar komt wel wat bij kijken inderdaad. Want ja. Wat is het grootste wat jij zo'n beetje getransporteerd hebt zien worden? Qua airdrop bedoel je? Ja. Qua airdrop is heavy airdrop, dat was bij de Amerikanen. Maar wij Nederlanders doen dat nog niet. Maar het grootste wat ik heb gezien is een quad die eruit ging. Vanuit Nederland, zeg maar, omdat wij nog niet heavy airdrop. Maar volgens mij zijn ze daar wel mee druk mee bezig om dat uiteindelijk te gaan doen. Ja. En hier zie je ook, hè, je ziet natuurlijk een tank staan in een vliegtuig. Hè? Ja. Er zijn, geloof ik, 4-5 vliegtuigen die groot genoeg zijn om dit soort materieel mee te nemen. Ja. Die C5 is dat volgens mij van C17, denk ik. Die, C17 kan ook, maar C5 is nog groter. Oh ja, en de Antonov natuurlijk. Ja. Hebben ze volgens mij, zag ik het op de Defensie-site staan van de week, hebben ze daar ook nog spullen naar Irak gebracht. Ja. Ja, klopt. Dus, maar die hebben niet per definitie zelf, maar die huren dan eigenlijk in tijdelijk een plaats. Ja, eigenlijk wel. Vooral die C-17's, die komen vanuit Papa Airbase in Hongarije. En eigenlijk is dat een soort van poeltje, weet je wel. Die eigenlijk de hele NATO kan gebruiken van, wij hebben op die en die datum hebben we deze airlift nodig. Kunnen we dat krijgen? En dan is ja of nee. Ja, die hebben gezamenlijk gekocht met andere landen. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een soort flexpool. Ja, eigenlijk wel. Een soort van peanut. Ik zeg, we gaan snel door naar het volgende fragment. Coming down. You need to be able to identify friend from foe and all that. So, let's start at the very beginning. There are 3 different types of airdrops in Hell Let Loose.
The first one, just because it's at the top, is called an airhead, and that basically drops the equivalent of a temporary garrison up to 2 grid squares into enemy territory. So let's say we control this zone, that would be blue. The furthest we could then drop an airhead behind enemy lines would be right here, basically in the C column, 2 grid squares behind in the red, basically, where the C meets the B line. That would be as far back as we can drop it. And it's then got to be on a valid area, so you can't drop them on housing roofs or in inaccessible areas. And the fundamentals of an airhead work the same as a garrison. Basically, it can be locked. Hier zie je eigenlijk de hele planning al naar voren komen. Ja. Dat zie je bij een aantal games, en die zijn zo realistisch, ja, dat mensen bijna ons werk doen. Ja. Dat is echt maar wel, dan virtueel. Maar dan virtueel, inderdaad. Hè. Maar dit komt best wel in de buurt, ja, hoe wij dan kijken naar operaties. We, ja, hebben ook gewoon een kaartsysteem, digitaal. Ja. En vanaf daar gaan we een operatie plannen. Dan moet je dus nadenken, waar zitten mijn eenheden? Waar wil ik terechtkomen? Ja. Zo'n planning is... Hoe doen jullie dat nu? Nou, eigenlijk, je bedoelt de aanvraag tot het droppen van... Ja, maar überhaupt, als je naar de hele para-inzet kijkt, hè, van... waar ga ik erin? Ja. Hoe ga ik dat doen? En welke mogelijkheden heb je qua para-inzet? Het ligt ook aan hoeveel sterkte je hebt, zeg maar. En daarop kan de kapitein, de compagniecommandant, kan daar, of de BC, de bataljonscommandant, kan daar een plan op gaan maken. En uiteindelijk zal daar vanuit zijn plan komen van hoe we het gaan aanpakken. En dat is per operatie is dat verschillend. Als wij bijvoorbeeld een vliegveld moeten gaan innemen, dan zal de focus liggen dat wij op een open plek komen en dan zal daarvoor zo heel veel artillerie erop gegooid worden. Door een bommen, dat het, ja, het meeste grove geschut uitgeschakeld is. Zodat wij eigenlijk een soort van vrije zone hebben, want in de lucht kunnen wij niet veel. Nee. Behalve dan hangen en hopen dat je snel beneden bent, zodat je uiteindelijk je wapen en je tas kan pakken en voorwaarts kan gaan. Ja. Kijk, dit lijkt er al meer op. Ja, dan gaan we houden. Minder prettig. Ze hadden wel reserveschutjes toe. Ja. Dit was hoger dan 300 meter in ieder geval. Ja, zeker. Nou, vrij veel tijd. Ja, dit is natuurlijk wel echt heftig. Ja. En zeker als je dan in het water landt, hè, ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Als je in het water landt, je ziet al vaak, wij noemen het een hindernis. Je ziet vaak al dat je boven water zit. Ga je eerst proberen om naar het land toe te gaan. Als bijvoorbeeld een klein vijvertje is of een sloot of iets. Probeer je land te zoeken. Nou, dan ga je eigenlijk uitspreiden. Dus pak je de stuurtokkels beter, dan ga je naar voren of de hangriemen. Ga je uitspreiden. Nou, uiteindelijk kom je erachter. Nou, het is zo'n groot meertje. Zie je de Noordzee, je komt niet verder. Dan ga je uiteindelijk ga je klaarmaken om een waterlanding te maken. Nou, dan doe je bepaalde handelingen. Zodat je wanneer je water raakt, eigenlijk zo min mogelijk om hebt. En je uiteindelijk alleen maar je shoot af hoeft te doen. En ja, je wapen, als je die nog kan pakken. Ligt er ook aan hoe groot. Als je midden op de Noordzee ligt, dan... is klaar, maar lig je op een meer, dan kan je misschien nog eventueel pakken en is het handig dat je een wapen bij je hebt. Wat doe je nou eigenlijk als eerste? Ja, eigenlijk doe je je helm af, je reserve shoot los, die laat je dan los uiteindelijk op ongeveer 30 meter. En uiteindelijk als je het water raakt, trek je je AZ-40's en ga je uit je harnas. En zodoende, ja, dan ben je bevrijd. Ja, en dat is ook waarom je eigenlijk alles altijd traint, hè? Ja, dat die drill ontstaat, ja, hè? Want je raakt in één keer in het donker, in het water. Ja. Dus ja, dan moet je wel weten hoe je dan rustig moet blijven en moet handelen. Ja, zeker. Maar het kan ook trouwens een overweging zijn, hè, om in het water te springen. Ik weet dat ze dat bij het KST doen en bij de mariniers, hè? Ja, als je kickersman hebt. Ja, ja, en dus dat je gewoon ergens voor de kust gedropt wordt. Ja. Dan heb je dus ook... Maar dat is niet het luchtmobiele optreden, zeg maar. Nee, wij zijn niet... wat minder van het water. Ja, we waren naar de mariniers gegaan. Ja, nee, maar dat is, het kan dus ook een overweging zijn, hè? Dus om de bewust in het water te springen. Ja, zeker. Alleen dan train je daar ook op. Ja. Betekent wel dat je je zuut iedere keer kwijt bent.
Ja, nee, ze worden dan wel gereinigd, maar dat is een heel proces. Dat weet ik toevallig. Oké. Okay. Even kijken, hè? Want we hadden het, we zagen natuurlijk in het filmpje net, die echte operationele omstandigheden. Ja. Dat is natuurlijk super heftig om te zien. Maar eigenlijk is het natuurlijk de bedoeling dat je juist niet gezien wordt. En dat je dus ook inderdaad de tijd krijgt om aan de grond te komen, wat je net al vertelde, en te verzamelen. Ja, ja, dat is eigenlijk het meest ideale wat, wat je kan bedenken. Maar ja, je weet zelf ook in een oorlogssituatie, ja, dan gaat het altijd anders. Ja. Ja, want kijk, ik denk dat dat het ook wel is. Hè. In principe levert, en daarom kiezen we voor het inzetten van parachutisten, ook verrassing op. Ja. En dat is het belangrijkste. Want als ze weten dat we komen, ja, dan heeft het bijna zin om nog rustig naar beneden te zweven, ja, op het vijandelijk doel. En dus juist door die verrassing zou je dit eigenlijk moeten voorkomen. Wat je vaak ziet is dat de eerste wave, hè, zoals we dat wel noemen, dus de eerste vlucht met vliegtuigen, daar gebeurt het dan nog wel. Ja. Ja, en als ze op een gegeven moment weten dat het moment daar is en dat de rest ook in verschillende waves kolven, in waves komen, dan, ja, dan is de verrassing er een beetje af. Want dan, ja, krijg je meer van dit soort taferelen. Ja, zeker. Daarom krijg je, wat ik al zei, krijgen ze eerst meestal een verrassing op een dak door middel van een vuursteun. Ja, dus dat de kop naar beneden gaat. Ja, precies. En daarna zullen ze ZSM, ja, daarna eigenlijk kan je dan vanuit de cockpit, als je daar zou zitten, zou de vuur zien landen. En het ideaal is dat wij er daarna overheen klappen met een rits aan bataljon aan parachutisten. Ja, of juist misleiding, hè? Dus ja, door de vijand te laten geloven dat er ergens anders iets gebeurt. Ja. Ook dat was natuurlijk een onderdeel van D-Day. Daar, ja, hebben ze aan de, wat is het, bij Calais of zo? Nee, bij Duinkerke, ook in België. Ja, hebben dat, ook, al die poppen gedropt, ja, met radio's en dingen. Ja. En dat de Duitsers dus dachten, nou, daar gaan ze landen. Ja. Om vervolgens een paar uur later 300 kilometer zuidelijker, ja, te springen. Ja, dus dat is ook, hè, je zag dus straks die planning al, hè? Ja. Ook daar denk je dus al over na als, ja, je met mijn para's gaat inzetten. Ja. Maar interessant. Volgens mij staat het hier. Alpha blue, jump. Laten we in het filmpje kijken. Jumpen. Alpha red, double click jump, VVV. Alpha lead is jumping, last man. Arma volgens mij. Beautiful, guys. Weet al wat de vraag was. As soon as you hit the ground, we are moving more. Wat is dan het grootste verschil tussen dag en nacht springen? Je hebt geen referentiepunt of weinig. Overdag kan je gewoon rondom kijken. Je ziet veel, je ziet hindernissen. En anders moet je echt gaan kijken naar, bijvoorbeeld in België heb je de loods waar de ballon in zit. Nou, je weet dat die ongeveer 30 meter is. En dat is jouw referentiekader dat je daar zit en dus kan gaan handelen daarop. Maar voor de rest, ja, als de wind anders staat en je hebt dat ding in je rug zitten, dan weet je echt niks. Dus je kan kijken van hoe hoog zit ik. Maar voor de rest is het dan echt zwart. Ja. Ja, want je zei het straks al, hè, dat HALO en HAO springen. Dus dan high altitude, high opening. Dat betekent, ja, eigenlijk vliegtuig uit, meteen je chute trekken en gewoon heel lang gaan vliegen. Ja. En die andere is juist met een duikvlucht naar beneden. Ja, en zo laag mogelijk. Wat je hier een beetje zag net met dat fragment. Die had ook een hele lijn op de, was de Arma volgens mij, dat, ja, spel. En die had ook een hele vluchtlijn, 1000 meter punt, zeg maar. Dus dan ga je op acteren, ga je route maken. En uiteindelijk land je dan tegen de wind in. Zodat je lekker rustig kan landen, ja. En dat, ja, dat zag je net op het fragment. Dus dat, ja, is eigenlijk de high altitude low opening. Zoals ze die bij de Special Forces gebruiken of, ja, bij de Pathfinders. En dat is ook meestal 's nachts, hè? Maar dan, ja, heb je ook nachtzicht inderdaad, ja, wat je net ook zag. En die hebben echt daadwerkelijk GPS om, ja, te kijken waar alles ben ik, hoe lang. Ja. Hè, want, je hebt ook zo'n bolletje voorop met een kompas. Ja. Die kunnen gewoon zo naar beneden kijken. Ze hebben ook dat nieuwe systeem vaak voorop. Dus die kunnen vaak. Ja, anders is het gewoon tijd, hè? Dan is, ja, het gewoon, als ik zoveel meters, zoveel seconden en zoveel hoogte in die kompasrichting ga, dan, ja, moet ik daaruit komen. Ja, zeker. En dat doe je van tevoren plannen, wat je net ook al zegt. We vliegen meestal ook in een treintje, dus. Ja. Ik zeg, we gaan snel naar het volgende fragmentje toe. Ready, gentlemen. Standing by. Ready, boys. Yeah, I'll get that radio up right away. Clear, clear, down, clear down, clear down. Okay.
Squad 3 leader, drop that radio. Drop that radio, drop that radio. And dropping, unloading, unloading. And all out, all out. And someone fucking die. Go, go, go. Is someone hit by the blade? Wait. What the fuck happened here? Got it, got it. Nou, je ziet dan de inzet met heli's. Hè? Ja. En dan is ook mijn eerste vraag die ik er dan zelf bij heb. Is, waarom in het water? Ja, dat sowieso. Dat sowieso. En, nee, maar weet je, als je daar ter plekke in die heli nog moet gaan bedenken wat je daar gaat doen. Ja. Nou, maar een beetje laat. Ja, dus maar misschien zijn ze net begonnen. Hè? Dus ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Nee, bij ons is er altijd een heel planningsproces aan vooraf. En heb je eigenlijk al je spul wat je bij je hebt en nodig hebt, heb je al op de man zitten. Ja, uiteindelijk is dit... hoe wij ook kunnen, dan wel op liefst op land, ja. Maar hoe wij gedropt kunnen worden. Joey, super bedankt voor jouw inzichten als het gaat om parachutespringen en alles wat ermee te maken heeft. Ja, geen dank. Interessant om te horen en ik denk dat we jou misschien wel weer keer terugzien. Nee, super leuk dat je er was. Ja. Dank voor het kijken en dan zie ik jullie over 2 weken weer.